We zijn hier in Zandvoort vandaag in de straat van Michel Tsiba, talent van het jaar, kunstrijden. Alleen dat weet hij nog niet. Vandaag gaan we hem de cheque uitreiken, €2500, waarmee hij weer een stukje van zijn loopbaan kan bekostigen. We gaan hem zo opzoeken. We zijn er, we gaan zo naar binnen. Hij weet niet waarvoor we komen, en wij natuurlijk wel. Dus we gaan hem verrassen zo. Hey! Hey. Nou, we hebben het gevonden. Hoe is ie? Ja, prima. Met jou? Goed. Mooi. Ik heb je verteld dat we een portretje komen maken. Dat we bezig zijn om het kunstrijden leuk te belichten. Ja. Maar eigenlijk was dat een beetje een setup. Oh, oké. Want we hebben een verrassing voor je. Oh, leuk. Je bent talent van het jaar geworden voor het kunstrijden. Echt? Ja! Oh, oké. Okay. Dus we hebben een hele leuke verrassing voor je. Oh, wow. Die ga ik even uitpakken. Kijk eens aan. Wauw. Die is voor jou. Nou, heel erg bedankt. Om een stukje verder je sport te kunnen bekostigen. Om een volgende stap te kunnen maken. We vinden dat je het afgelopen jaar het enorm goed hebt gedaan. En mooie dingen hebt laten zien en we denken er zit nog een stuk rek ja, in. Ja, zeker weten. Dus we gaan jou helpen hiermee. Nou, top, heel erg bedankt. Ja. Het was een beetje overdonder. En uiteindelijk kreeg ik de prijs voor talent van het jaar. Iets wat ik totaal niet had verwacht. En ik sta nog steeds een beetje perplex. Maar ik ben er heel blij mee. En het gaat me ook echt heel erg helpen. Ik vind dat Michel enorm progressie heeft laten zien afgelopen seizoen. Enorm dedicated is bezig met zijn sport. En daarom verdient hij een extra steuntje in de rug te krijgen. Ik ben aardig tevreden over hoe mijn ontwikkelingen gaan. Het is natuurlijk jammer dat ik er met een blessure heb getraind. Waardoor ik niet maximaal mezelf kan ontwikkelen. En ja, ik ben zeker blij met mijn ontwikkeling tot nu toe. En ik kan niet wachten tot ik weer het ijs op mag. En dan nog verder kan ontwikkelen. Hij heeft de potentie om verder door te groeien de komende seizoenen. En ook internationaal komend seizoen het goed te gaan doen. Met de talentenprijs van €2500 kan ik in de zomer, omdat in Nederland natuurlijk veel ijsbanen dicht zijn, kan ik naar het buitenland toe gaan. Nu kan ik met grote jongens trainen die mij dan omhoog zullen trekken en mij nog meer zullen, ik ben al gemotiveerd, maar mij nog meer zullen motiveren in het trainen. Ik weet vanuit mezelf hoe belangrijk het is om dit soort momenten in je carrière een steuntje in de rug te krijgen, om waardering te krijgen voor alle moeite, al het werk dat je erin stopt en ik hoop dat Michel dat ook zo ervaart. Toen ik hier klein was had ik ook grote dromen. Deze dromen zijn langzamerhand aan het uitkomen. De nog steeds ultieme droom zijn de Olympische Spelen. En die moeten nog uitkomen.